Ik ben Nick Timmermans, engineering manager in de cabinefabriek in Westerlo. Voor Westerlo betekende de New Generation DAF niet alleen het ontwikkelen van een nieuwe truck. We hebben nieuwe gebouwen geplaatst, wij hebben nieuwe processen geïnstalleerd en we hebben meer dan 1500 mensen moeten trainen om die transitie van de oude naar de nieuwe generatie mogelijk te maken. In omgevingen waar je heel veel variatie en complexiteit hebt, daar ga je altijd veel meer met manuele arbeid blijven werken. Omdat je net dat aanpassingsvermogen en de creativiteit van de mens nodig hebt voor een goede manier te produceren. Maar ook in die omgevingen ga je de techniek ondersteunend laten werken voor de mens. Overal staan er machines, installaties, robots, sensoren, transportsystemen. Ja, die moeten allemaal met elkaar communiceren om effectief die productie goed te laten verlopen en ervoor te zorgen dat alles in de juiste volgorde gebouwd wordt. Voor de toekomst denk ik dat data nog belangrijker gaat worden. Hè. Begrippen als AI en deep learning die gaan ook zijn intrede maken bij ons in de assemblageprocessen. En die gaan er eigenlijk voor zorgen dat wij onze processen nog efficiënter en nog kwalitatiever kunnen gaan maken. Ik ben het meest trots over het feit dat we niet voor alles een technische oplossing hebben gezocht. Er zijn ook mooie voorbeelden waarbij we door de juiste keuze van het product design tot een efficiënt en ergonomisch productieproces komen. Ik denk dat eigen is aan ons bedrijf, dat wij continu verbeteren. Een project is nooit klaar, dus wij blijven verder kijken ook naar nieuwe technologieën die ons kunnen helpen om nog efficiënter en nog kwalitatiever te gaan produceren. Er zijn nog andere thema's die een rol gaan spelen. We willen werken aan een duurzame manier van produceren. En ook de transitie naar alternatieve aandrijflijnen, die zullen zijn intrede maken en die zullen een behoorlijk effect hebben op onze productieprocessen. Dus de revolutie op vlak van industriële technieken, die gaat ons daar alleen maar bij helpen.